We zijn hier in Limburg vandaag bij gedeputeerde Ger Koopmans. In uw sportbeleid staat samenwerking eigenlijk centraal. Hoe hebben jullie dat hier in de provincie ingericht? We hebben eigenlijk gezegd, de sport zelf, die moet de baas worden. Mm-hmm. Dus we hebben veel geld beschikbaar voor de sport. En een sport zelf, bijvoorbeeld zeggen de triathlon, die in Limburg goed ontwikkeld is, dan moeten de evenementen, de bond, de regio, de verenigingen, die zitten bij elkaar. Die hebben een platform opgericht en die zeggen tegen ons, dit is ons plan, dit willen wij doen. En wij geven daar geld voor en laten dat dan door hun uitvoeren. En dat geldt ook voor de paardensport, geldt voor het wielrennen, geldt voor tafeltennis, voor talloze sporten kiezen wij voor die manier van werken. Heel mooi. En de rol van de gemeentes, is die belangrijk in uw provincie? Ja, natuurlijk. De allerbelangrijkste rol in de sport is de rol van sporters zelf, kinderen, hun ouders, trainers en vrijwilligers eromheen, dus de verenigingen. En de gemeenten zijn natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk als het gaat over accommodaties. Maar wat kunnen zij niet? Dat kun je bijna niet van een gemeente of van een individuele vereniging vragen. Is de toptalentontwikkeling. Je kunt niet, als je geboren bent in een dorp of in een stad, zeggen tegen die vereniging, ja, jij moet er maar voor zorgen dat je topsporter wordt en dat je medaillekandidaat wordt voor Tokio. Daar is andere hulp voor nodig. Kunt u ons een aantal voorbeelden geven van mooie opbrengsten hier in Limburg als het gaat om het sportbeleid van de afgelopen jaren? Ja, er zijn een heleboel toptalenten in allerlei sporten doorgebroken. Mooiste voorbeeld, alhoewel die maar heel kort hier gezeten heeft in het talentencentrum, is Tom Dumoulin. En voor de rest, topsporters doen natuurlijk vooral zelf, want dat moeten wij niet naar ons toe willen halen. Maar wij helpen wel, of het nou gaat bij de triathlon of bij allerlei andere sporten, om die toptalenten echt verder te brengen met faciliteiten. Maar wat wij ook doen, dat is dat, er zijn natuurlijk ook sporters, of mensen die willen sporten, waarvoor het heel ingewikkeld is. Mensen bijvoorbeeld met een handicap of een dubbele handicap. En we hebben samen met gemeentebesturen, hebben wij ervoor gekozen om ook daar een infrastructuur voor te ontwikkelen. Want dat is nog niet zo makkelijk om dat per gemeente apart te doen. Samen met de gemeente Beek, die daar een enorme voorziening voor gecreëerd heeft. We hebben een soort platform opgericht en zijn we echt aan de gang om iedereen te kunnen, echt letterlijk, iedereen te kunnen laten sporten. Mooi, dus eigenlijk een van de belangrijkste pijlers uit het sportakkoord, inclusiviteit. Daar heeft u een duidelijke bijdrage in, samen met de gemeente, samen met andere organisaties, om dat hier een goede plek te geven. Zorgen dat iedereen kan sporten. Mooi. De verkiezingen komen eraan. Welke kansen ziet u voor de komende jaren voor de provincie Limburg? Nou ja, wij maken na de verkiezingen komt er weer een nieuw coalitieakkoord. En ik ben ervan overtuigd welke partij het ook voor het zeggen krijgt. Zelf hoop ik er weer bij te zijn. Wij zullen sport daar weer in een belangrijke plek geven. De ondersteuning van de sport is van belang. Ondersteuning van talenten is van belang. Hele ingewikkelde grote voorzieningen meehelpen inrichten. 50 meter bad is een van de voorbeelden waarvan wij zeggen, daar zouden we best een bijdrage aan willen leveren. Dus dat wordt onderdeel van het nieuwe sportbeleid wat mij betreft. Tot slot, wat zou uw oproep zijn aan uw collega's in het land? De misschien toekomstige statenleden, degenen die er nu zitten als het gaat om sport en de toekomst van sport? Nou, zorg dat sport ook in de provincie en bij de provincie echt op de agenda staat. Niet alleen voor evenementen. Dat gebeurt natuurlijk wel. De Tour de France hier naartoe halen of de Vuelta daar wat een paar miljoen in steken. Is allemaal prima. Maar als je daar alleen maar bij laat, dan denk ik dat je voor heel veel kinderen echt een goede, gezonde, sportieve toekomst weglaat. Mooi. Dus uw conclusie is eigenlijk, we winnen met elkaar heel veel met sport. Ja, sport moet je doen. Helemaal goed. Dank u wel. Alsjeblieft.